Goedenavond. Ik zie dat je even aan het rondneuzen bent in mijn tweedehands boekenwinkeltje. Ja, tuurlijk, ga je gang. Maar als ik je kan helpen, dan moet je het zeggen hoor. Oké, nou zeg het maar. Ja, die boeken heb ik, klopt. Ja hoor, en is het voor jezelf? Oh, een cadeautje. Oh, leuk. Zijn altijd leuk om cadeau te geven. Je bent hier echt aan het juiste adres. Ja, klopt. Ja, dit zijn natuurlijk tweedehands boeken. En het grote voordeel van dit winkeltje is dat de boeken er allemaal nog ontzettend mooi uitzien. Sommige zijn echt nog als nieuw. Ja, maar zoek je een specifiek boek van het koninklijk huis of ja, had je al iets in gedachten? Oké. En zoek je een boek van het Nederlands koninklijk huis of mag het ook van het koninklijk huis uit het buitenland zijn, bijvoorbeeld Spanje of België of Engeland? Is ook altijd heel interessant. Ja, zeker nu prins Harry en Meghan pas getrouwd zijn. Ja, het is weer ontzettend populair geworden. Ik merk het hier ook. Ja, er worden heel veel boeken verkocht over het Engelse koninklijk huis. En over het Nederlands ook. Ja, Nederlandse boeken heb ik ook. En dan voornamelijk over Maxima. Maxima is ook ontzettend populair. Ja, is goed. Ik heb hier toevallig een heel mooi boek liggen. Dit boek is echt ook zo goed als nieuw. Kijk, dit gaat helemaal over Maxima. Ja, ziet er heel goed uit nog, hè? Klopt. En dit boek gaat over Maxima. Dat ze 5 jaar... koningin is. Staat ook een hele grote 5 op de voorkant. En natuurlijk Maxima zelf. Koningin Maxima. En op de achterkant zie je dat het boek geschreven is door Mark van der Linden. Hij is natuurlijk heel erg bekend van de televisie ook. Even een klein stukje voorlezen wat hier op de achterkant van het boek staat. Mark van der Linden beschrijft de afgelopen 5 jaar van onze koningin aan de hand van 5 uitgangspunten. Maxima als onze koningin, als moeder, stijlicoon, echtgenote en carrièrevrouw. Mark van der Linden is de bekendste royalty-journalist en koningshuiskenner van Nederland. Hij is de vaste royalty-deskundige bij RTL Boulevard
zijn. Het volgende boek wat ik heb gaat echt specifiek over Diana van Engeland. En er staan voornamelijk hele mooie foto's van haar in. Ik heb dit boek ook even doorgebladerd. En ja, als je fan bent, dan moet je deze eigenlijk hebben. Op de voorkant staan hele mooie foto's, maar op de achterkant staat Diana met haar twee zoontjes.
stukje van de achterkant van het boek voorlezen. Het is geschreven door Wendy Berry. Het einde van een sprookje. De huishoudster van Charles en Diana gunt u een blik achter de schermen. Van 1985 tot 1992 werkte Wendy Berry als huishoudster bij Prins Charles en Prinses Diana op Highgrove. Van dichtbij maakte ze mee hoe het sprookjeshuwelijk van de eeuw uitliep op een enorme ramp. Openhartig vertelt Wendy onder andere over de steeds vaker voorkomende en steeds grover wordende ruzies van het prinselijk paar. En Charles geheime nachtelijke uitstapjes. Oeh. Na alle roddels en leugens die er over Charles en Diana zijn geschreven, heeft Wendy Berry besloten niet langer te zwijgen en haar eigen verhaal te vertellen. Dus dit is wel heel erg spannend natuurlijk. Der Nederlanden. Ook weer een hele mooie foto van Maxima. Zij is echt heel fotogeniek volgens mij. Zij staat altijd zo leuk op foto's. Als ik een foto van mezelf maak, kan ik er beter 10 maken en er zit er 1 goede tussen. Maar volgens mij staat Maxima altijd leuk op de foto's. Ik ben totaal niet fotogeniek. Maar zij wel. Ik zal even de achterkant laten zien. Ook hele leuke foto's op de achterkant. Met Willem-Alexander. En de kinderen. Ik zal hier ook weer even een klein stukje van voorlezen als je het leuk vindt. Oké. Maxima. 5 jaar prinses der Nederlanden. Maxima is op 2 februari 2007 5 jaar getrouwd met prins Willem-Alexander. In die periode heeft zij met haar charmante uitstraling en sociale betrokkenheid het Nederlands vorstenhuis extra glans gegeven. Iedereen houdt van Maxima, de geboren koningin. De populariteit van de Oranjes bij de Nederlandse bevolking is groter dan ooit. Dit boek bevat ruim 300 foto's. Dus dat is heel erg veel. En ik heb hier ook al in gekeken en de foto's zijn ook echt prachtig. Er staan ook foto's van Willem-Alexander in als kind. Volgens mij was hij ook echt een super ondeugend ventje. Met zijn ouders, Beatrix en Klaus. Hier is hij aan het touwtrekken. Op een trampoline. Maxima met allemaal verschillende jurken.
van houdt is dit boek, Maxima 5 jaar prinses, ook ontzettend leuk natuurlijk. Zeker een aanrader.
wens ik je ontzettend veel plezier met het geven van de